De directie van de stichting De Nationale Sporttotalisator heeft ons in de loop van de avond medegedeeld dat de trekking van de lotto, zoals die vanavond om 7:55 door de NOS is uitgezonden, door tussenkomst van de met toezicht belaste notaris ongeldig is verklaard. De trekking heeft namelijk met slechts 40 en niet de vereiste 41 balletjes plaatsgevonden. Een van de balletjes blijkt niet in de bekende glazen bol te zijn terechtgekomen. Op grond hiervan heeft de NOS zich bereid verklaard met medewerking van de KRO de trekking opnieuw te doen plaatsvinden. Morgen, maandagavond om 8:00 via Nederland 2, voorafgaande aan de KRO speelfilm. De lottotrekking van vanavond is derhalve ongeldig. Dit geldt niet voor het cijferspel. Het cijferspel is dus gewoon wel geldig. Tot zover deze mededeling. Dan gaan we nu verder met het RSV-drama. Van begin maart tot en met half oktober heeft de parlementaire enquêtecommissie RSV gedurende 38 dagen openbare verhoren gehouden naar het door opeenvolgende kabinetten gevoerde beleid ten aanzien van RSV. Ook naar de besteding van de daarmee gemoeide overheidsgelden en de op die besteding uitgeoefende controle. Tijdens de zitting zijn 61 getuigen verhoord. De hoofdrolspelers verschenen meerdere malen voor de commissie, die in het totaal 78 verhoren afnam. Op alle dagen waarop de enquêtecommissie getuigen verhoorde, heeft onze parlementaire rubriek Den Haag Vandaag daar verslag van gedaan. Uit deze verslagen is een samenvatting gemaakt door Michiel Bersenbrugge van het NOS Journaal en Ton Elias van Den Haag Vandaag. Deze samenvatting, waar u nu kunt naar gaan kijken, zal duren tot 11:30. En het programma heeft als titel meegekregen: Het RSV-drama.